Kijkers van Online Kims en van Hartelijk Werk. We terug bij een gloednieuwe aflevering van FIFA 20 Ultimate Team. Goed jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk verder waar we afgelopen maandag waren gebleven. We zijn natuurlijk aan het spelen. Gaan we vandaag gewoon weer doen, ja. Ook al begint het einde langzaam in zicht. Eind september 26 is de einde van deze serie. En daar moeten we nog wel wat wedstrijden spelen. Althans, dat wil ik. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Perfect, prima, goed. Goed, ja, lekker natuurlijk online. Maar onze selectie, moet dat beter aangepast worden of niet? Ik denk het van niet. Dus we gaan dat dus gewoon doen. Afgelopen maandag een hele slechte wedstrijd. De volgende spelers zijn zo Vereen en Maradona. Oké. Yo. Kan we centrale geen items beschikbaar. Als ik jou nou hier neer zou zetten, rechtsachter hebben we Denzel Dumfries. Nou, 99, dat is op zich. Die geeft wel plus 1, dan doen we dat zo. Ik stel voor dat we het Gullit erin gaan zetten. Dan heeft hij 98. Dit is een Belg. Actually, dat is ook op zich wel goed. Hier hebben we dan nog meer. Vier. Pak Pirlo maar eens. Dan zetten we Pirlo er gewoon weer in. Dan spelen we gewoon zo. Ja. Nou, gewoon weer Team 300, want hij is de laatste wedstrijd. En dan wil ik eigenlijk heel erg inlaten. 2. De La Cruz. En we hebben nog hem, en als moet kunnen we. Kijk, dan kan je wel natuurlijk wel zakken, maar ja, dan is dat maar zo. Dus dan gaan we maar zo spelen. Dus nu hebben we volgens mij 9 huurlingen erin. 9 huurlingen erin. Nou, verbinding is verbroken. Dus we hebben Ruud Gullit erin. En we linksachter verdedigen dat Johan Cruijff aan Ruud Gullit, dat komt helemaal goed. Thuis, dat moeten we maar even kijken. Hij vrucht nummer 99. Nou ja, dan is dat maar zo. Ik ga niet al die shirts nummers veranderen. Goede doelman. Hij heeft ook Team Geest 100. Oh jongens, allemaal Team Geest 100. Waarom? Omdat ik ook zo'n goede selectie heb, doet hij het ook. Of nou ja, het loopt goed. Oh, hij heeft meteen een pauze ingezet. Dat is slim. Dat is slim. Waarom? De verwijdering met deze tegenstanders voor we controleren het wedstrijdvlak om de uitslag te bepalen. Nou, het was een hele snelle wedstrijd. Why? Ja, leuk!
Dit is echt hartstikke leuk. Want nu hebben we nog maar een wedstrijd minder. Echt, echt waar. Pirlo is er vanaf. We kunnen wel weer. Kevin De Bruyne of voor hem? Oh. Plus 6, die is 96. Oké. Okay. Maradona. Die plus 7, dan is dus 99. Hou nog een Fransman. Henry dan nog in. Zet hem er eens in. Min 2, waarom? Het is een Braziliaan en als ik samen met hem doe, kijk. Goed gullet, dat kan ook. Oké, okay. Dan vind ik dit wel zo goed. Kijk, die geeft een beetje geelachtig aan dit zo. Ja, zo gaan we dat dus doen. Ik hoop dat we nu wel een volledige wedstrijd kunnen spelen. Ik hoop dat ik een hele slechte tegenstander ga krijgen die gewoon de volle... Waarom allemaal verbroken? Hup. Tegenstander zoeken. Verbroken, let maar op. Pfff, maar. Ik wil zo spelen. Nee, maar echt hoor. Oh. Kom aan gewoon. Even terug. Wat zijn? Zijn ze allemaal vakantie of zo? Waarom? Haha. Team 600. Oeh, Virgil van Dijk heeft die zelfs gekocht. Is dat bijna dan of niet? Weet ik niet. Volgens mij wel. Een welgemeende welkomstgroet aan het Wembley Stadium, waar straks het startsein zal klinken voor een... Nou! Daar gaan we! Na 10 minuten geklommel spelen we op het veld. Ja.
rivals, Timo Werner. Zo wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Maar dan komt de tegenstander goed voor. Timo Werner, ja, dat dacht ik dat hij dat was. Timo Werner, dat is ook een linker mik. En weer allemaal die Lexa, oeh. Wacht maar. Altijd weer Lex. Hij is er voorbij, is het de volgende voorbij? Ja, natuurlijk. Christian Pulisic. Gefloten. Ja, buitenspel. Sergio Ramos. Ja, bal ingeleverd. Timo Werner. Timo Werner nog met de bal. En we wisselen weer van balbezit. Mané. Ik vind dat hij niet echt goed speelt aan de linkerkant. Maradona. Maradona, Johan Cruijff. Cruijff. Ja, niemand komt. Cruijff. Dit is wel goed. Dit is niet op de 1-1. Timo Werner. Timo Werner. En dan is de 2-0 hier. En dan wordt er zo slap weer. Bal ingeleverd. Het is hetzelfde als afgelopen maandag. En dan is het 3-0. Nee, Onana. Timo Werner, is dit de 4-0? Nee. Ik doe de 3-0, excuus. Dat was al 3-0 sting. Bal weggewerkt. Maradona. Maradona. Maar nee, dat is allemaal veel te veel vooruitgespeeld dat hij doet. Bruno Fernandes. Gaat bal kwijt na die tackle. Ja. Sergio Ramos. Dan levert hij weer die bal in. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Ja, penalty. Nee, 3-0. Penalty of 3-0, het is 3-0. Zo is de wedstrijd wel gespeeld hoor. En hier kunt nog een keer zien hoe ze opnieuw scoren. Ze zijn vandaag gewoon een beetje goed. Dat blijkt uit alles. En voor het bal uit de score. En die maakt hij in de diepste. Staat 3-0. Cruijff. Maradona, Cruijff. Johan Cruijff, dit wordt lastig, maar het is wel de goal. En zo is het wel 1-3. Ja, ze staan nog steeds los achter. Maar in ieder geval is de
ondraaglijk voor. We trappen weer af met een stand van 3-1. Maar met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Maar zo, Ronaldinho. Ronaldinho. Cruijff. Johan Cruijff. En voor de 2-3, ja, dan is het weer spannend hoor. Dan is het weer spannend. Als het 2-3 staat. Diego Maradona, natuurlijk. Zou die doelman misschien niet beter gewoon op de doellijn hebben kunnen blijven staan? Hij kan beter thuis blijven. En we gaan verder met een stand van 3-2. Onana, oeh, dit wordt link Onana. Ja! Goed gedaan Onana, bal ingeleverd. Hij pakt de bal en begint dan uit. Onana! En dan zit hij! Dan zit hij er zomaar! Hoe is dat mogelijk? De doelman wist hem in eerste instantie tegenhouden, maar dan gaat daar staat wel iemand op de lijn, maar er wordt niks mee gedaan. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Te kort. Onderschepping bij die paas. Heerlijke beweging. Ja, en ook op zijn man uitgespeeld. Nog steeds aan de bal. En er wordt alles gemist. Ja, ingeleverd. Niemand in de buurt daar. Ren maar door. Hij heeft er niet meer achteraan. En dit duurt allemaal veel te lang. Maradona. Dit is een bal ingeleverd. Bal ingeleverd, weer. En zo hangt de 2-5 weer in de lucht. Natuurlijk, die komt er ook aan. Nee, Onana. Maar nee. Ik ga toch wat wissels inzetten. Zoals ga ik Wijnaldum erin zetten voor hem. Ik vind Wijnaldum toch misschien ietsjes beter. En anders gaat het helemaal niet goed. Natuurlijk zijn dat huurlingen die ik eruit heb gezet. Veel ruimte op de vlak. Goede actie. Het wordt wel een inworp. Sadio Mané. Aangenomen door Vieira. Vieira die gaat uithalen. Geen problemen voor de doel. Nou, nou, nou. Dat ging ook maar net goed. Maradona, naar wie? Cruijff. Gaat nu naar Cruijff. Cruijff. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Dat is niet echt goed gedaan van Johan Cruijff. Paul Werner. In één keer komt er wat leks. Dan wordt hij daar tegenhouden, maar gaat hij er wel in. Dus
het is in de verdediging of een andere doelman erin zetten, echt. Ik denk dat ik voor laatste ga, een andere doelman. Onana heeft zijn tijd gehad en hopelijk gaat hij dus maar vertrekken, ga ik maar een betere keeper erin zetten. Want hier, weer zo'n slodderige bal, hè? Ja, en de 2-6. Het loopt gewoon niet goed weer. Ik ben bang dat ik zo snel mogelijk maar een keeper erin ga zetten. Want ik word hier een beetje gek van. Maar nee. Maar nee, voor de 3-5, voor de 3-5. Missen. Die doelman heeft geweldige reflexen. Ja, zo'n kans hoort er natuurlijk in te gaan, maar de doelman staat er ook niet voor niets. Hij neemt risico en bug die kans hier. Een spectaculaire redding voor de doelman. Bal naar het midden. Cruijff. Weer. Die doelman. Van zo'n afstand mag je nog iets meer verwachten. Ja. Onana. Jongen, 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 lief die de bal in. Maar hoe krijg jij dat voor elkaar? Harry Kane. Werner. Thibaut Werner. Onana. Spelt toch een mooie inzet. En zijn naam staat nu drie keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Ja. Ronaldinho, what the fuck. Voor De La Cruz, dan gaan we hem, De Vrij. Maar erin zetten. Ja, weet je. Dan gaat Mané eruit, dan gaat hij hier. Maradona gaat daar, Wijnaldum. Zet wie, heb ik maar wat... Hoe krijg je dat voor elkaar? Deze speler is niet te houden. Eens kijken of hij nog een keer klikt. De trainer heeft besloten hem naar de kant te halen. Ja, en als je dan naar de gymnus kijkt, de respons is ja. Hij had volgens mij zijn dag ook gewonnen. Weet je, doe maar, score maar. En dan lever je hem ook nog eens in. Score maar hoor. Het is echt een drama. Cruijff. Hé, hey, Cruijff, die was al door. Daar moet je eigenlijk gewoon voor fluiten. Misschien wordt het tijd om... Die Poolse spits erin te gooien. Dit zou wel eens Lewandowski. Zet hem er maar eens een keertje in. Misschien brengt dat meer als we Lewandowski erin zetten. Dan ga ik die hele selectie maar eens even... Wat anders. Maar eerst die keeper. Eerst ga ik een keeper kopen. Ja, 3-6. Oké, we tellen deze mee. Ook al is het meer voor de eer. Vieira mag hem tenminste er wel in doen. Maar echt goed vind ik. Doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor en laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Voor de neutrale kijker is het een heerlijke wedstrijd. Goed babbelen op de score. Een klein straaldonneschijn voor ze in deze kansloze wedstrijd. En dan heeft hij score je, lever je de bal in. En wie weet wordt het 3-7 binnengetikt. Een uitgekiende speler.
Wat ik dus ook al bijna wou zeggen. Natuurlijk hebben we ook Timo Werner. Wordt ook tijd dat ik hem er ook maar eens in ga zetten. Andere spitsen. Kruif naar het middenveld, denk ik. En gul het er ook maar in. Timo Werner, goal. Dus dit is het tiende doelpunt voor vandaag. Ja, en als je dan de bal op de afstand van het doel aangespeeld krijgt. Kijk hier. Heb geen kans voor de doelman. Maar ook al heeft de keeper ook wat ballen die hij gewoon tegen had moeten houden. En de volgende, natuurlijk. 3-8. Weer een domme, weer een flinke nederlaag. De laatste tijden, we gaan weer steeds zakken. Eerst deden we het ontzettend goed dat we 1 goal kregen bijna in een gelijkspel. Maar nu zelfs gaan we zelfs door flink eronder door. De laatste tijden merk ik. Door wat komt dat? Ja. Ja, we gaan gewoon wel de wedstrijd uitspelen. Dan krijg ik die punten nog wel allemaal. Maar echt blij ben ik ook weer niet. Dus we moeten iets doen. Waarvoor kunnen we doen? Een andere keeper. Zeker een andere keeper. Zo ja, verkloten we alles. Zoals dit hier. Dit wordt een drama. Ooit in de historie waar we verliezen hier met dubbele cijfers. Dit is niet meer normaal. Dit is niet meer normaal. Hoe is dit mogelijk? We verliezen met 10 tegenkoers binnen 90 minuten. Cruijff, mag hij het nog een keer doen? Wat gaat er mis? Ik denk dat alles misgaat. Alles gaat fout. In de verdediging, daar zit die knop. Dus wat gaan we ook doen? Ik ga de keeper meteen laten vertrekken. Plus 4, hartstikke leuk. +810. Nou, we hebben wel wat 2. Dat is wel positief. Klein beloning. Annuleer. Bevestig. Oh, ik moet hem. Zeven zijn er zeldzaam. Nou, welke klote spelers krijgen we? Stralen met was. Daniel was. Maar acht klote is die niet, maar ik ga ze wel allemaal wegdoen.
Jou niet nodig, jou heb ik niet, jawel. Jou heb ik ook niet nodig. Die gaat weg, die gaat weg, die gaat weg, en die gaat weg, en de rest. Positie van de GS 89. Hoppa, gekocht. Ik heb hem gewoon gekocht. Nou, dan hebben we in ieder geval een keeper gekocht. Dat hopelijk meer effect heeft. Want we hebben uiteraard. Ho, ho. Weg ermee. Doe man, de Gea. Het gaat is hier wel van Manchester United, maar dat is niet zo erg. Duiken heeft hij, dat is 90, dat is. Kijk, ik heb centrale verdediger van hem. Je hebt geen contracten meer. Wie hebben we nog allemaal in de spitsen? We hebben Lewandowski, Timo Werner. In ieder geval Lewandowski in de spits. Maradona die ook. Hij laat het er even in. Die heeft plus wel plus 1. Als ik hem daarin zet, dan jij gaat heel even weg. Even kijken. Dan is teamgeest wel 99. Wat vult het hier?
Groen. Geef armen volledig groen. Ja, zie je, dan heeft hij... Dat kan ik best goed gullet neerzetten. Kijk, dit is... Deze heeft één wedstrijd, dan spelen we maar denk ik zo. Hoezo eigenlijk met 7? Dat weet jij ook niet. Martinez, die kan er ook wel in. Maar ik wil eigenlijk het liefst Lewandowski. Als hij... Ja, we gaan het zo. Gaan we dus vrijdag spelen? Of moeten we hier zo. Toch nog even. Nee, niet. Ja, dan doe die heel even. Zo. En links achter. Ja, 3, maar dat zijn niet echt. Ja, plus 1. Dat is helemaal goed, en dan niet. Dan doen we die heel even weg. Dan maken we hem ervan. Kijk, want die heeft ook precies 100. Zie je dat? Dus als we hem nodig hebben, dan kunnen we er nog eentje bij pakken. Dat valt dus op zich wel mee als we hier iemand moe zijn. Maar in ieder geval gaan dus 1, 2, gaan er al 3 huurlingen gaan dus dadelijk al weg. Dus dat is op zich wel goed. Ja. Goed, dat is wat ze. Hoe lang zijn we bezig? Ja, aan 40 minuten dacht ik dus al. Goed. Dan wordt dat onze selectie voor in ieder geval voor de komende paar wedstrijden. Dus Lewandowski hebben we erin. Is dus voor 5. En de rest dat is allemaal. En hij heeft voor 4. Dus dat komt helemaal goed. Wij zien elkaar gewoon lekker weer vrijdag weer terug. Ik hoop dat jullie dan ook eens goed kijken. Wel even kijken. Bedankt voor het kijken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel!